En wees gerust. Het regent hier volle bak in Engeland. Dit is waterresistant, dus waterafstotend leder. Ook nog eens een keertje aangepast leder voor UV-stralen. Ja, dus het is toegestaan dat we hier vandaag in de regen op circuit Goodwood rijden. Ik weet niet of je het kan zien, maar het regent hier gewoon. We zijn natuurlijk in Engeland, Zuid-Engeland, op het circuit van Goodwood notabene. Dat fantastische circuit hè, bij Goodwood House, waar elk jaar de revival wordt gehouden. Mocht je daar nog nooit zijn geweest, mocht je daar nog nooit beelden van hebben gezien, absoluut gaan kijken. Dat is waanzinnig. Dat is auto-historie, dat is benzine snuivend en top. Dat is voer voor petrolheads. Ja, en dan rijden wij nu in die stromende regen met een open dak. Nou, ik zou het je sterker vertellen, deze auto heeft helemaal geen dak. Je ziet ook geen zijramen, anders had ik ze misschien wel omhoog gedaan. Gelukkig, ik ben klein en kort, dus ik zit wat meer naar voren toe. Die vooruitstel die loopt verder naar boven toe, waardoor ik wat meer uit de regen zit. Die voorruit overigens is identiek aan de auto waarop die is gebaseerd. En dat is een Bentley Continental GT. En waar zitten wij dan in? We zitten niet in een Continental GT, nee, we zitten in een aangepaste Continental GT, de Bentley Bacalar. De Bentley Bacalar, limited edition, wordt gebouwd door Mulliner. Het moment dat wij hier rijden, wordt in Crewe in de Engelse fabriek de basis gelegd voor de allereerste auto. Niet klantauto, nee, voor de homologatieauto van Bentley. En dat noemen ze Car Zero. En uiteindelijk zullen er dan 12 worden gemaakt. Dit is de Bentley Mulliner Bacalar. En deze auto had moeten debuteren op de autoshow van Genève. Maar die ging helaas niet door in de 2020 editie. En vandaar dat die auto eigenlijk nooit zijn publieksoptreden heeft gehad. Dat maakt overigens voor die kopers niks uit. Want die 12 kopers die stonden in de rij. Wetende dat de 12 mensen die als eerste hadden ingeschreven voor deze auto, niet alle 12 de auto ook daadwerkelijk hebben besteld. Nee, er zijn wat verschuivingen geweest. Na het zien van de auto, één klant zei, ja, ik vind hem niet exclusief genoeg. Dat was mij meer beloofd. Exclusief 12 stuks, hè, prijskaartje 1,5 miljoen euro. Als je dat tegen elkaar afzet, dan zeg je van, oké, exclusief. Hoe exclusief moet het dan worden? Maar ja, dat maakt niet uit, want Bentley had gewoon een reservelijst. Ik kan beter zeggen, een reservebank waar andere klanten op stonden en die schoven zo in. En er zitten nu nog mensen te wachten in de hoop dat een van die 12 die hem dan definitief mag kopen, mag, 12 stuks, 1,5 miljoen euro, mag kopen. Ja, die hopen dat één daarvan toch zegt van, doen we niet. En die Bentley Bacalar, die zou dan op Genève hebben gestaan in een fantastisch mooie kleur geel. We hebben daar een video van gemaakt, een walkaround video. Heb je die niet gezien, dan kun je hem altijd nog even terugkijken op autovisie.nl. En die auto stond er in een gele kleur. En die gele kleur, dat was niet ieders favoriet. Vooral niet die van Adrian Hallmark, de CEO van Bentley. Die had liever een andere kleurstelling. Maar toch is er één klant die deze kleur heeft besteld. Die gele tint. De tint wordt wel even iets aangepast. En waarom? Dat heeft te maken met waar de klant woont. Want in Engeland, ja, nu schijnt de zon niet, hè? Het regent. Maar in Engeland, ja, daar kwam die kleur net iets anders uit dan waar die klant woonde. En wat ze dan bij Bentley wel eens doen, een leuk weetje gewoon, is dat ze een auto in de lakkleur spuiten. Vervolgens gaan ze die naar de Seat-fabriek brengen. Het designcenter daar heeft een tuin en in die tuin, daar kun je dan met de zon, de Spaanse zon op die lak, kun je kijken hoe die auto daar weer overkomt. En Spanje, dat komt overeen met bijvoorbeeld Californië. En dan zie je dat zo'n lak net iets anders kan overkomen dan in Engeland. En zo heeft overigens een klant die een blauwe had besteld, een donkerblauwe kleur, is uiteindelijk voor oranje gegaan. Ja, vraag me niet wat daar de relatie tussen is, tussen donkerblauw en oranje, want dat is wel heel extreem. Maar wat ik zei, die car nummer 0, dat is de allereerste
pre-productieauto, niet klantauto, die is nu in productie. Waar rijden we dan nu vandaag in? We rijden in de showcar. En die showcar die is voor de autoshow van Genève gebouwd. Vervolgens is het eigenlijk een designmodel dat ze aan klanten laten zien. Ja, om te zeggen, zo komt de auto eruit te zien. Dat kun je allemaal aanpassen. Zoals die stitching hier op het dashboard. Met dat bovendeel zwart, onderdeel geel. Hier heb je die houtnerf erin zitten. Maar deze auto, en dat is leuk en dat is wat ik u wil vertellen. Want hier, we mogen nu maar maximaal, wat is het, 45 kilometer, 50 kilometer per uur rijden. We rijden op een afgesloten circuit. Er rijdt een camerauto voor ons. Ja, dan zie je dat ik hier voor mijn neus een display heb. Wat eigenlijk gewoon een videofilm is. Dat wordt gewoon, ik volgens het scherm rijd ik nu 60 mijl per uur. We zullen hem opvoeren naar 160 mijl per uur. Dat is in een oogopmenk is dat gerealiseerd. Maar deze auto is gebouwd op de bodemsectie van een GTC. Maar dan aangepast voor deze auto. Dus al het bodywork dat wordt op de productieauto's. Wordt dat vervaardigd van carbon fiber. Maar deze auto is nog van fiberglas. En die tandjes net in de grill boven de koplampen. Die worden ook nog aangepast, want dat krijgen ze niet door de homologatie voor de voetgangerveiligheid in. En alle knoppen die hier zitten, blijkbaar is het 21 graden hier in de auto. Nou, het is een stukje koeler, kan ik je zeggen. Allemaal fake, allemaal nep. Ik moet oppassen dat ik niet die poker aftrek. En ik moet ook oppassen in welke versnelling dat ik hem zet. Want daar kan ik het natuurlijk niet zien. Daar staat M6, manueel, zesde versnelling. Daadwerkelijk rijd ik, denk ik, in de tweede versnelling nu. En ja... Je krijgt dus niet te zien in welke versnelling. Dus als ik ze daar ook stop en ik zet de handrem op, dan moet ik hem wel eens neutraal zetten. Anders blijft hij rollen. Nee, zo'n auto is met de hand gebouwd. Natuurlijk, die Moulinners, die bakkelaars, die worden allemaal met de hand gebouwd. Maar deze auto is helemaal met de hand gebouwd. Helemaal op de designafdeling. Ja, kost misschien wel meer dan 1,5 miljoen euro. Wie zou het zeggen? Vandaar dat we er voorzichtig mee om moeten gaan. En er voorzichtig op moeten zijn. Hij toont alleen aan wat hij allemaal in zijn mars heeft. Dus met die afwerking. En wees gerust, wees gerust. Het regent hier volle bak in Engeland. Dit is waterresistant, dus waterafstotend leder. Ook nog eens een keertje aangepast leder voor UV-stralen. Ja, dus het is toegestaan dat we hier vandaag in de regen op circuit Goodwood rijden. Dus wees maar niet bang. Deze auto, die leidt er niet onder. Deze auto die verdwijnt straks in de kelder van Bentley als een... Ja, prototype als een designstudie. En dan later hebben ze dan dat pre-productiemodel. Die Zero, Car Zero. En die auto die wordt gebruikt voor homologatie, testdoeleinden. Voor het kalibreren van alle elektronische systemen. En die auto die verdwijnt dan ook in het museum. Ja, misschien maken ze daar trouwens al een shooting break van. Want met die bakkelaar, daar blijft het niet bij. Die bakkelaar, dat is de eerste van een lijn custom build auto's. One-offs. In dit geval kun je beter spreken van few-offs, want van deze komen er maar 12 stuks. Dus wat gaat er verder gebeuren? Oké, nu moet ik kijken hoe ik hem in neutraal kan zetten. Hij staat in neutraal. Handrem erop, die functioneert wel. Overigens, de reden waarom ik niet met een gordel aanrijd, gordel werkt gewoon niet. Is gewoon nep. Hetzelfde geldt voor al deze knoppen die hier zitten. Die zitten vast. Al die trekstangetjes voor de ventilaties, ventilatieroosters zijn dicht. De motor, hier ligt wel even die W12 motor in, zoals die ook in het productiemodel komt. Maar vaak heb je dat ze in dit soort conceptcars gewoon een heel klein elektromotortje bouwen. En dan die auto of op afstandsbediening laten rijden, zoals bij de Peugeot e-Legend, zoals ik jullie heb onthuld. Of ze laten er iemand inrijden, maar dan kan die alleen maar stapvoets ja, kruipen, zeg maar. Ja, de Bentley bakkelaar. Ramen kunnen die dicht zijn, die ramen die lopen hier af. Dit is een speedster omgebouwd naar een tweezitter. Achterin geen achterbank, geen twee losse zetels, maar bagageruimte voor twee tassen. Wil je alles over deze auto weten? Kijk dan even een aflevering van Autovisie over de Bentley bakkelaar. Gepubliceerd begin maart. Maar toch wel bijzonder dat we nu in deze designstudie de eerste meters hebben kunnen rijden. Wil je er meer over weten? Ik zei al, kijk dan even die video, maar lees ook het verhaal in Autovisie Magazine.